Ah, dag lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is het zonnig. Het zonnetje schijnt. Ah, mooier weer komt eraan en dat werd tijd ook, want ik word doodmoe van het depressieve weer. Abbe, ik heb er zin aan. Oh, wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmed met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. La, la, la. Dat niet drinken, dat begint zo langzamerhand echt een beetje problemen op te leveren. Want ik ben dus heel wild en fit. Nou ja. Zakken chips. Ah, in het lekkere zonnetje. 3 zakken chips van Chio. Chio? Ja, kijk. Chio is van de pombeer. De pombeer. De original pombeer. Dat zijn beerchipjes gemaakt van aardappel. Daar is alles chips van gemaakt. Dit zijn Chio Heartbreakers. Kijk, chipjes in de vorm van een hartje. Dat is ook leuk. En dit zijn Chio Flippies van Cheese. Flippies van Cheese. Van Chio. Eet ik Chio chips? Nee. Nou, eigenlijk niet vaak. Mijn kinderen, toen ze jong waren, aten deze. Die pombeertjes. En dat aten ze omdat dat een soort van gezond was. Terwijl als je het mij vraagt, is dat gewoon chips. Dus ik snap nog steeds niet waarom aten ze die dan? Oh, glutenvrij, zonder kunstmatige smaakversterkers en zonder kunstmatige kleurstoffen. Ja, dat hoeft toch ook helemaal niet als je gewoon een paar aardappelen frituurt en je smijt er zout bij. Want er zit toch gewoon aardappel en zout in. Hier, ingrediënten, aardappelpoeder, aardappelzetmeel, zetmeel, zout, suiker. Nou, god, oh jeetje, zeg hé, wat gezond voor die kinderen. Ik snap er niet van. Maar is pombeer lekker? Volgens mij wel. Ja. Dan hebben we Heartbreakers. Is dat dan hetzelfde? Ik mag het hopen van niet. Er zitten wel wat andere smaakjes in. Hier zit tomatenpuree, kurkuma zit hierin, uipoeder. En dat zit natuurlijk niet in die slappe pombeertjes. En dan hebben we hier de Flippies Cheese. Kijk, en je kan heel veel zeggen over de Flippies Cheese. Maar niet dat er geen kaas in zit. Want ja, er zit wel kaas in, want er staat cheese op. Dit is gemaakt van maisgries. Dus hier zit helemaal geen aardappel in. En kaasaroma. Ik vind altijd als iemand zegt kaasaroma in plaats van kaas, dan begin ik het altijd een beetje te wantrouwen. Want ik zou zeggen, wat zit erin? Nou, kaas. Kaasaroma is het. Ja, het ruikt en het smaakt naar kaas, maar het is het niet. Snap je wel? Laten we maar gaan proeven. Zo in het zonnetje. Hè? Klein biertje erbij, helemaal klaar. Ah nee, want we drinken niet in januari. Gadsamme raar, zeg. Je voelt je in alles beter als je geen alcohol drinkt. In alles. Lichamelijk, geestelijk, je hebt er zin in, Je belt mensen op, zullen we een wandeling maken? Nou, die mensen vragen zich allemaal of ik totaal gek ben geworden. Het leven lacht je toe. Je voelt je hebt helemaal geen dagelijkse paracetamol meer nodig. Het is allemaal woe, woe, woe. Er is alleen één dingetje. Er is geen reet aan. Het is zo saai als de pest. Ik heb het zelf van bedacht, hè. De pombeer. Dat zijn, kijk, hier heb je een beer zonder, nou ja, met één arm. En hier heb je een heel dik beertje. Hallo, ik ben dikke pombeer, wie ben jij? Hey, ik ben de eenarmige bandiet. Mijn arm is er afgegeten door een dikke Duitser. Heb je iets tegen dikke mensen? Nee hoor. Nou, ik ben een dik pombeertje, vare boet. Oh. De vraag is, hoe smaakt de pombeer die zogenaamd gezond is? Voor Kenia is het natuurlijk niet. Maar ze zijn heel luchtig. Een oud beertje is anders. Dit is een beetje een debiel beertje. Maar die hoort er ook bij, hè? Inclusieve samenleving. En een inclusieve straks met dit. Hoe smaakt de Chio pombeerchips? Ik wil je vertellen, het smaakt als smakeloze kroephoek. Dat is ongelooflijk. Het is inderdaad gewoon net kroephoek. Alleen dan ontbreekt de
Wat we zeggen, de garnalensmaak. Want dat wisten jullie niet. Kroepoek wordt normaal van garnalen gemaakt. Maar het smaakt echt alleen maar zout en naar dat luchtige kroepoekspul. Geen ene reet aan. Tijd voor de Chio Heartbreakers. Dit zijn de Chio Heartbreakers. Het is niet te geloven, maar het zijn hartjes. Met een rasteltje. En die zijn meer gekruid dan de pombeertjes. Ze zijn ook wel van het luchtige beslag. Maar meer aardappel. Dan die kroepoek. Deze zijn wel een stukje lekkerder. Een stukje meer smaak. Is helemaal te gek? Nee. Maar moet chips of chipsachtige helemaal te gek zijn? Het antwoord daarop is nee. Wat moet chips wel zijn? Iets wat je continu in je bakker duwt. Iets wat maar door blijft gaan. Iets waarvan je denkt, ik heb er nu een in mijn mond, maar mijn hand gaat er weer het zakje voor de volgende. Chips moet zo zijn dat je denkt, ik neem een half zakje en het wordt een hele zak. Dat moet chips zijn. Nou, ik zal even vertellen. Die Chio Heartbreakers. Vraag in je hoofdje. Nog eentje. Chio Heartbreakers. En dan hebben we dit een enorme zak. Dit is gewoon een partypack ook. En eigenlijk, zegt mijn hersenpannetje, vreet die hele zak leeg, gozer. Wat kun je uitbommen? Het is prima. Het is lekker. Het is ook niet heftig, maar het is wel lekker. Vreet hem helemaal leeg. Dat doe ik niet. Ik probeer een beetje af te vallen. En het is ook een beetje te vroeg voor een hele zak zit, leeg te vreten. En ik heb er geen bier bij. Maar ik zal even vertellen. Ik vind deze lekker. Deze Heartbreakers. Die zijn trouwens wel mega vet. Dus na die Heartbreaker krijg je ook nog een hartaanval. Kaasflippies van kaasaroma. Ik weet het niet. Ja, dat is wel een beetje wat je met dit soort kaasdingen hebt. Kaaschips. Met van die kaasbolletjes, opgepofte dingen. Die heb je in allemaal vormen en maten. Daar zit inderdaad die kaasaroma op. En die kaasaroma, die ze dan gebruiken voor dit dingen, die ruikt naar hele vieze gimpies. Waar mensen veel te lang vieze sokken in hebben gedragen. En dan hebben ze dan heel lang een wandeling gemaakt, terwijl het allemaal al stonk, door een grasweiland, alles nat geworden. En dat hebben ze dan laten opdrogen op een veel te hard staande verwarming. Hè? En dan die geur. Daar ruiken die, die kaasding naar. Nou, eens even vertellen. Dat smaakt het ook naar. Totaal luchtig. Ik bedoel, het is helemaal niks. Het vliegt bijna weg. En daar zit dus dan die bittere butsmaak aan. Voor die kaasaroma. Het smaakt alsof je gewoon de wattenstaafjes die in oren zijn geweest, dat je die ook zit te bunkeren. Ik vind dat geen fijne smaaksensatie. Of een verdomme oorsmeer zit te karen. Nee, dan moet je bij mij niet mee aankomen. 3 zakken Chio chips. Ja, wat we eerst zijn. Heel veel dromen zijn in duigen gevallen. De pombeertjes van vroeger, die zijn gewoon helemaal gemoer aan. Nou, dan hebben we de Chio Heartbreakers helemaal oké. En dan die bittere meuk. Nou ja, het is gewoon tijd voor de cijfertjes. De flippies van Chio's niet te bunkeren. Die zijn bitter, die zijn smerig, die zijn oorige geel. Die zijn smerige kaasaroma. Heel luchtig beslagje. Geen moer aan, die krijgt van mij gewoon een 4. Keihard, de pombeer. Want laat eerlijk zijn, ze hadden geen pombeer kunnen schrijven. Dus ze hebben pombeer ervan gemaakt. De pombeer is smakeloze kroephoek. Daar kom ik nu pas achter. Ik gaf verdomme, mijn kinderen vroeger, hè. Ja, mijn koters. Die hebben van mij een schalen van smakeloze kroephoekbeertjes gekregen. Raar, maar wel waar. Die krijgen van mij, omdat ze aardig zijn, maar niet lekker, een 5. De absolute winnaar is de Heartbreaker van Chio. Oh, kom nog even zo'n kaasknabbel. Kom nog even boven. Gertverdikke. De Heartbreakers zijn gewoon lekker. Ja, die zijn gewoon prima. Is gewoon lekker doorvreedzakkie. Die krijgt van mij een 7'tje. Kan mij het allemaal bommen. Deze wel kopen. Die andere laten liggen. Ja, of je moet die aan je glutenvrije rotkind geven. Dat mag je zelf weten. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En dag. Ik ga de zon in.